De hockeydames zijn weer terug in Nederland met de gouden medaille om hun nek. In Argentinië wonnen ze de eerste editie van de Hockey World League. Een fantastische prestatie, waar de dames uitermate tevreden mee zijn. Ja, zeker. Als je nu achteraf op terugkijkt, is het echt een super toernooi geweest. Toch al wel best wel een nieuw team weer. Jonge meiden mee. En als je dan ziet zeg maar, wat we voor niveau gehaald hebben, wat voor wedstrijden we hebben gespeeld, zeg maar, dan mogen we trots zijn op het team. Ja. Na aankomst op Schiphol werden de dames in het bijzijn van familie en vrienden nog even in het zonnetje gezet. Maar ik wil jullie natuurlijk eerst namens iedereen en ook namens de Hockeybond en iedereen die dit mee heeft gemaakt, groot feliciteren. Liedewij Welte sloot het toernooi in Argentinië af als beste speelster. Nou Liedewij, daar hangt hij, hè, die medaille. Ziet er mooi uit. Ja, mooi hè. Het is niet de allermooiste zelf, maar de kleur is heel erg mooi. En het toernooi was heel erg mooi, hè? Ja, we hebben echt als team gewoon een mooie prestatie neergezet. En ik vind het vooral leuk om te horen hoeveel mensen genoten hebben van ons spel. En dat is natuurlijk echt super mooi om te horen. En voor jou was het natuurlijk ook wel heel erg goed, hè? Gewoon de beste van het hele toernooi. Ja, een hele eer om dat te mogen zijn. En zeker na het afgelopen jaar. De pas 19-jarige Maria Verschoor sloot in Argentinië een mooi jaar af. Ze werd door de Wereldhockeybond geëerd met de Talent van het Jaar Award. Ja, klopt. Helemaal onverwacht. En daar hoorde ik het ineens. En hele eer vind ik het. Dus heel erg leuk. Het al een beetje bevatten. Het klinkt zo groot. En dat idee heb ik nog helemaal niet, inderdaad. Ja. Het is ook groot. Ja, inderdaad, is ook zo. De goede prestaties in Argentinië geven de dames veel vertrouwen voor volgend jaar. Dan wordt in eigen land het wereldkampioenschap gespeeld. Geeft veel vertrouwen. Hartstikke goed resultaat neergezet. Met ook nog eens daarnaast gewoon heel goed hockey. En dat zeg maar ook nog, terwijl je een aantal toppers gewoon nog mist in ons team. Dus dan hebben we zeker iets neergezet en iets om trots op te zijn en waar we op verder kunnen bouwen richting WK. Ja. Max, fijn om weer thuis te zijn, hè? Ja, heel fijn. Heel fijn. Lange reis, maar heel fijn. Lekker weer met de kleine op de arm? Absoluut. Ik heb 4 kids, dus ik verheug me enorm om vader en man te zijn weer thuis. Voor bondscoach Max Caldas wordt de selectie volgend jaar misschien een stuk moeilijker. Voor het toernooi in Argentinië waren veel routiniers geblesseerd. De jonge vervangsters deden het fantastisch en kunnen ook uitkijken naar een selectie. Gelukkig maar. Dat is misschien de droom voor elke coach. Dat een team hebben waar je kan, waar mensen elkaar kunnen aanvallen voor een plek. En waar je, ik als coach moet keuzes maken richting een traject. Het WK wordt volgend jaar van 31 mei tot en met 15 juni in Den Haag gespeeld. En ook daar gaan de dames weer voor goud.